Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik ga hier even heel eerlijk over zijn. Ik had deze video al opgenomen. Want er zaten een aantal cadeautjes bij deze shopblog. En die moest opgenomen worden. Want ik had al vrij snel een verjaardag toen ik naar de Action ben geweest. Het probleem is alleen dat de video die ik had opgenomen geen geluid had. En waardoor het eigenlijk gewoon niet goed overkwam. Ik heb er wel wat geprobeerd aan te doen. Maar het is niet gelukt. En ik was uiteindelijk toch niet tevreden. Dus ik heb ervoor gekozen om de video opnieuw op te nemen. Dat betekent wel dat ik niet alle producten meer heb die ik had gekocht. Maar er nog wel een aantal andere producten zijn overgebleven die ik je dan alsnog kan laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik bij de Action heb gehaald, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met twee bakken die ik heb gekocht. En ik heb er al eentje van ingericht. Ik had de meeste spullen al in gebruik. En dat is deze deksel. Zoals je kan zien, hij zit al helemaal vol. Ik wilde deze in de douche neer gaan zetten. Ik had namelijk nog een bak van open matje staan. En er kwam elke keer heel veel water in. Omdat hij echt tegen het douchegedeelte aan stond. Dus ik dacht, als ik nou een dichte bak neem, dan zitten de spullen goed beschermd. En als het dan nat wordt, dan kun je hem makkelijk afnemen. Ik had ook al zo'n bak eerder meegenomen. Die had ik ook voor de douche gebruikt. En dat beviel eigenlijk goed. Dus vandaar dat ik nog een klemdekselbak heb meegenomen. Dan heb ik nog een bak gekocht. En dat is deze bak. En hier wil ik mijn sportspullen in gaan doen. Want mijn sportspullen liggen nu los door de slaapkamer heen. En dat vond ik gewoon niet zo handig. En ik gebruik niet alles elke week. Dus ik dacht, nou, dan neem ik nog even een bak mee. En dan kunnen hier de sportspullen in. Dit is gewoon een bak met een deksel. Geen klemmetjes of wat dan ook. Maar ja, gewoon een prima bak. Dus die heb ik ook gekocht. Dan heb ik hier een aantal losse items liggen. En ik heb op de dierenafdeling twee matjes gevonden. Dat zijn deze matjes. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld je voerbakjes op te zetten. Maar ook onder de kattenbak. Ik heb dus allereerst hier een blauwe. Ik heb sinds kort twee kattenbakken. En ik heb al eerder zo'n matje gehad. En die kreeg ik eigenlijk niet echt meer schoon. Dus toen dacht ik, nou, ik neem gewoon even twee nieuwe mee. Want ze zijn super goedkoop. En ja, het is eigenlijk best wel handig. Dus deze blauwe. En ik heb dan ook een roze gekocht. Dus dat is deze. En ik zie wel dat de kwaliteit wat minder is als degene die ik had. Want die kwam echt bij de dierenwinkel vandaan. Ja, deze matjes die zijn zo goedkoop. Dus weet je, zouden ze snel kapot gaan. Die komt hier bij de Action, neem je weer een keer nieuwe mee. Maar deze gaan dus onder de kattenbak. Om een beetje op de dierenafdeling te blijven heb ik ook nog drie schaaltjes gekocht. En dat zijn deze hele leuke schaaltjes. Het zijn katjes. Ik vond ze er heel leuk uitzien. Ik heb natuurlijk drie katten. Ik dacht, hoe leuk is het om gewoon hier wat melk in te doen als ze een keer melk krijgen. Of ja, je kunt er ook voer in doen. Ze zijn wel van breekbaar materiaal. Ik weet even zo de naam niet. Dus het is niet zo dat je hier heel hard mee kan gaan doen. Normaal eten mijn katten uit plastic bakjes. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. En ik dacht, nou, dan heb ik gewoon weer eventjes een paar bakjes extra. Dus daar heb ik er drie van gekocht voor alle drie de katten eentje. Dan heb ik ook weer eventjes een sport BH gekocht. En dat is deze. Ik had er laatst ook al eentje gekocht. En die beviel eigenlijk heel goed. Dat ik dacht, ik wil er eigenlijk eentje bij hebben. Ik heb wederom een emmertje genomen. Dus gewoon een basic zwarte. Ik moet zeggen, het was heel rommelig bij de Action waar ik was. Want alles lag door elkaar in één bak. Het hing niet netjes gesorteerd. Dat maakte het een beetje lastig. Dus je moest een beetje graaien. Maar ik wilde heel graag een zwarte. En ik kwam de juiste maat tegen. Dus ik dacht, nou, heb ik er weer even eentje extra. Dan kan ik weer eventjes vooruit. Dan heb ik even een heel basic item. En dat zijn flossticks. Ja, na het eten blijft er wel eens wat eten tussen je tanden zitten. En dan wil je het graag flossen. En ik heb een hekel aan flosdraad. Want daar kan ik helemaal niks mee. Maar deze sticks die werken heel goed. Dus als ik zodra ik eigenlijk weer een beetje door mijn voorraad heen ben, neem ik weer even een nieuwe mee. En je kunt hier ook de achterkant bij gebruiken. En dan kun je zeg maar een beetje schrapen. En er zit dus een flos dingetje in. Dus dat is wel handig. Oh. Dan heb ik iets wat ik al heel lang wilde hebben. En dat is een weegschaal. Bij de Action heb je twee soorten weegschalen. Je hebt namelijk een normale en je hebt er eentje die lichaamsanalyse meet. En deze meet het gewicht, het lichaamsvet en het vochtaandeel, spier en botmassa. En ik heb dus degene
gekocht met de lichaamsanalyse. Omdat ik dat toch wel heel erg leuk vond. Ik ben nu natuurlijk wat aan het sporten. Dus ik was wel heel benieuwd of dat het dan ook wat oplevert voor je botten en zo. Dus ja, ik ben wel heel blij met deze weegschaal. Want mijn andere weegschaal is alweer geruime tijd kapot. En elke keer dacht ik, ja, ik moet echt even een nieuwe halen. En elke keer vergat ik het, maar nu dacht ik eraan. Dus dat is deze weegschaal. Die ik, waar ik heel erg blij mee ben eigenlijk. Ja, dan heb ik een map gekocht. En deze heb ik ook al in gebruik. Ik heb gewoon een basic map gekocht. Ik maak doodles met bullet journaling. En dat zijn opdrachten die je kunt maken. Dat zijn kleine tekeningetjes. En die wilde ik graag in een map gebruiken. Ik maak ze op losse papieren. Er zijn een heleboel mensen die ze gewoon in hun bullet journal maken. Maar ik doe ze dus op losse papieren. Ik heb gewoon een basic map. Ze hadden niet heel veel keuze meer. Want echt het kopje met schoolspullen was al weg. Dus dat hadden ze niet. En daarbij heb ik ook tabbladen gekocht. Maar die heb ik er dus ook al in zitten, de tabbladen. Ik moet zeggen dat ze heel erg vernieuwd zijn. Ze zijn veel beter materiaal. En ik heb ook de doodles er al ingestoken. Dus zo ziet dat er dan uit. Ik heb hier bijvoorbeeld juli. Hier is augustus. En dan heb ik hier de doodles van september. Dus dat is eigenlijk gewoon super fijn en super handig om in op te bergen met bijpassende tabbladen. Dan heb ik ook even een corrector taperoller gehaald. Ik wilde ook heel graag weer de lijmtaperollers, maar die hadden ze niet bij de Action waar ik was. Maar ik maak nog wel eens een foutje en ik had momenteel helemaal geen T-packs meer. Potjes drogen vaak uit, die zag ik ook niet. Dus ik dacht, nou, ik neem maar gewoon van die rollers mee. Is ook dikke prima. Dus dan heb ik weer eventjes twee T-packs rollers waar ik gewoon mijn foutjes mee kan herstellen. Altijd wel handig. Dan heb ik even een tandenborstel meegebracht. En dit is niet heel interessant. Het is eigenlijk een rijstandenborstel. Maar ik wil nog wel eens onder de douche mijn tanden poetsen. En ik poets normaal elektrisch. En dan denk ik, ja, ik durf niet zo goed met die elektrische tandenborstel onder de douche te gaan staan. Ik weet niet of je hier tegen kan. Dus ik dacht, ja, vind ik gewoon niet zo handig. Toen zag ik deze. En deze kun je ook gewoon heel makkelijk opvouwen. Omdat die eigenlijk geschikt is om mee te nemen op reis. Maar dat ga ik toch niet doen. Want ik reis nooit. Maar ja, gewoon als je een keer eventjes voor onder de douche of zo je tanden wil poetsen. Vind ik dat wel handig. Ze hebben ook alleen medium. Je had hem in twee kleuren. Ik vond deze kleur het leukst. Ze hadden ook een groenachtige. En deze, ja, ik denk gewoon dat het een prima tandenborstel is. Om even tussendoor een keer je tanden mee te poetsen. Dus verder niet heel bijzonder. Maar nou ja, ik vond het wel handig. Dan heb ik ook dit hele leuke dingetje gehaald. En hier zit desinfectiemiddel in. We zijn natuurlijk allemaal heel erg van de desinfectiemiddel op het moment. En ik vond deze al heel erg leuk, want ze zitten in een soort hoesje. Ik weet trouwens niet of je hem eraf kan halen. Je ziet hier de achterkant. Je had verschillende diertjes. Ik vond roze gewoon het leukst. Ik heb paars gezien, ik heb een blauwe gezien, ik heb een gele gezien en die kun je dus, zou je dus ook gewoon kunnen ophangen. Volgens mij kun je dit dingetje eruit halen en dan kun je hem ook ergens aanhangen. Ik kan hem helaas niet ruiken, want hij zit nog dicht gesield. Dus staat verder ook niet op wat voor geur het is. Maar ja, ik ben wel heel erg, ik vond hem er gewoon heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, is gewoon handig. Even kijken hoor. Ik had nog een basic item, maar echt een beetje onderop. Dat is namelijk de Dolf. Ik gebruik deze heel graag en ik vind deze super lekker. Dit is de groene thee met komkommer. Komkommer. Ik wilde hem in het Engels zeggen. Dat ging niet helemaal goed. Deze is bij de Action een stuk goedkoper als bij de reguliere drogisterijen. En zolang ze hem hebben en ik hem nodig heb, haal ik hem dus bij de Action. Heel erg fijn en heel erg lekker. En ik hou heel erg van de doucheproducten van Dolf. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dan heb ik weer een backup. Dan heb ik nog een item wat ik eigenlijk nog nooit heb gekocht, maar wel heel handig is. En dat is WD-40. Dit is spray, dat kan je gebruiken bij piepende en krakende deuren bijvoorbeeld. Het verdrijft vocht, reinigt en beschermt, maakt los wat vast zit en stroeflopende delen zouden weer gangbaar worden. Ik had laatst last van piepende deuren, toen heeft mijn moeder dit meegenomen, dit spul, die heeft mijn deuren ingespreid en het gepiep is weg. Maar ja, ik dacht, voor hetzelfde geld komt het piepen toch weer een keertje terug en ja, dan is het toch wel handig om dit spul te hebben. En Action heeft dit gewoon. En ja, ik denk dat er gewoon een dopje aan zit. Ik weet niet precies hoe en wat. Want er zit ook een heel gek
rietachtig dingetje bij. Maar het is gewoon een heel fijn product wat ik eigenlijk al wel jaren ken. Omdat we het vroeger thuis ook best wel vaak gebruikten. Ja, dit is gewoon ideaal. Ik zie hier bijvoorbeeld ook plaatjes van een pedaalemmer die ze... waarvan ze smeer en vuil verwijderen. Dat is natuurlijk gewoon super handig om gewoon te hebben. Dan heb ik stickervelletjes. Ze hadden nieuwe stickers en ik zag bij de Action Werkplaats twee velletjes. Ik heb allereerst deze, die ik er heel leuk van uitzien. Hij is heel kleurrijk. Je ziet hier allerlei bolletjes, wat heel erg leuk is. Je hebt ook een aantal quotes. Follow your heart zie ik hier bijvoorbeeld. Maar ik vind deze wel een beetje in de herfstthema. Want je ziet hier ook bijvoorbeeld een vosje. Blaadjes. Nog een slapend vosje. Dit is een katje volgens mij. Ik vond hem er heel herfstachtig uitzien. En ik vind de quotes ook leuk. Hier hebben we weer een katje. Plantjes. Nou, gewoon een heel erg leuk stickervelletje. Embossingstickers heten ze. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Ze hadden dus twee varianten. En ik heb ook deze. Die vind ik ook super tof. Want ik vind deze bijvoorbeeld super leuk. Er zit zo'n zo'n rek waar je dus dingetjes aan kunt ophangen. Ik zie ook wel weer een paar quotes. Maar ook wel een hele hoop stickertjes. Ik zie een mp3-spelertje. Een lineaaltje. Een cameraatje. En zo'n ballonnendier zit erbij. Super leuk. Een make-up box die ik heel tof vind. Een trui. Een typemachine. Nou, een heleboel stickertjes. Super leuk. Dus ook weer leuk om in je bullet journal te gaan gebruiken. Dan heb ik nog een item waar ik heel benieuwd naar ben. En dat is het Reflection Tracer Sketch Tool. Dat is deze tool. Deze tool die zou je kunnen gebruiken om schetsen te kunnen tekenen. Je zit ook een download een schets-app om overtrekken makkelijker te maken. Het is dus een gewoon heel basic tooltje die je in elkaar moet zetten. Er zit een soort plaatje bij. Daar zet je je telefoon of je tablet op. En dat plaatje wat je dan op je telefoon hebt staan, dat reflecteert die door het glaasje. Je kunt het hier een beetje zien. Hier proberen ze dit ook na te tekenen. En waardoor je dus heel makkelijk iets zou kunnen overtrekken. Ik weet niet of het, of natekenen of schetsen. Ik weet niet of het heel erg, of het echt gaat werken. Maar ik vond het er heel interessant uitzien. Ik ben helaas niet zo'n tekenwonder. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik ben er nou niet een van de beste in. Maar toch, was ik hier heel erg benieuwd naar. Dus die gaan we zeker eens eventjes proberen. Want ik lijkt me echt heel erg leuk als dit werkt. Dan had ik ook een aantal boekjes meegenomen. En dit zijn hier de... dit zijn van die kleine boekjes. Ik vind deze heel erg leuk. Ik heb allereerst hier een basisvariant. Hier zitten gewoon weer losse papiertjes in. Je ziet eigenlijk op de voorkant al een beetje wat erin zit. Ja, hier kun je dus mee gebruiken in je embossingmachine. Je kunt ze gebruiken in je bullet journal. Oh, als deze Eiffeltoren erin zit, dat zou wel heel tof zijn. Ik ga gelijk even kijken of ik hem ook echt daadwerkelijk zie. Er zitten best wel veel blaadjes in. Kijk, hier is die. Nou, wat mooi. Oh, die vind ik echt heel mooi. Ik zal er even een beetje kort doorheen gaan. Je hebt dus een aantal blaadjes die zijn zonder patroon. En dan krijg je dus patronen. Je hebt hier bijvoorbeeld een donkerpaarse. En dan heb je hier de patroontjes. Nou, hoe leuk is dit? Deze vind ik ook heel tof. Nou, die eiffeltoren die ik net liet zien. Die had ik dus nog niet eens gezien. Dit. Ja, het zijn gewoon super leuke boekjes om te knutselen. En deze zijn ook vrij compact. Ik heb er een aantal meegenomen. Dan heb ik ook een black and white variant. Hetzelfde eigenlijk als bij de paarse. Je hebt een aantal gewoon neutrale met kleurtjes. Ze gaan een beetje van licht naar donker. En dan krijg je patroontjes. Super toffe boekjes zijn dit. Wauw, deze vind ik ook heel leuk met die lipjes. Deze is ook prachtig. Ja, ze zijn gewoon heel variabel, zeg maar. Er zitten gewoon best wel veel in. Je hebt ook meerdere blaadjes, dus dat is fijn. De turquoise variant, ook heel leuk. Ik ga er een beetje wat sneller doorheen, want ik denk dat je inmiddels wel weet hoe het werkt. Mocht je nou
toch nog wat meer willen zien van deze boekjes. Dat je denkt, laat ze nog eens een keer rustig zien. Wil ik het ook altijd in een weekvlog laten doen. Maar ja, ik denk dat je inmiddels het principe gewoon snapt van wat er in deze blokjes zit. Een roze variant. De pink. Basic. Licht naar donker weer. En ik zag net wel een hele toffe. Deze bijvoorbeeld. Ja, deze is ook gewoon heel leuk. Het zijn gewoon echt hele leuke blaadjes. En je kunt natuurlijk op de voorkant al zien wat erin zit. En ik heb een blauwe variant. Ja. Weet je, het is heel variërend. Superleuk in ieder geval. Echt hele leuke boekjes om te gebruiken ook bij bullet journaling, maar ook bijvoorbeeld kaarten maken. Dan heb ik ook nog kleerstamps gekocht en deze zijn in kerstthema. Ik heb zelf heel weinig met de kerst, dat is niet echt een geheim. Maar straks om in je bullet journal toch een beetje kerst te verwerken vind ik dit wel heel erg leuk. Je krijgt hier twee snijmalletjes en kleerstamps bij. Hier zie je de snijmalletjes. Die zijn niet heel goed zichtbaar omdat ze op de kaart zitten. Dan heb je hier de kleerstamps. Op deze zit een strikje. It's a wonderful time of the year. Een cadeautje. En nog zo'n echt zo'n kerstdingetje waarvan ik de naam even niet weet. Maar wel heel erg leuk om gewoon te gaan verwerken in je bullet journal. Deze lagen overigens niet bij de gewone knutselspullen, maar op de kerstafdeling waar ik toevallig doorheen liep. Want ik had er eigenlijk helemaal niks te zoeken, maar ik moest aan de andere kant wezen waar dus geen kerst was. En toen viel mijn oog toch ineens op deze, dit setje. Dan hebben we deze. Dit is een soort kerstboom, snijmalletje, heel tof. Ook een kerstboom als kleerstamp. Zo'n sok. We wish you a Merry Christmas, weer een cadeautje en kerstballen. Dus nou ja, toch super leuk om te gaan verwerken met bullet journaling. Dan heb ik iets gekocht. En dit is een Heat Active Pen. En ik was hier heel erg benieuwd naar. Ze hebben een tijd geleden hebben ze van die folie-applicatoren gehad. En dat zag er heel leuk uit. Maar het probleem was, je kon die alleen gebruiken met een bijzondere printer. Ik weet niet precies. Het was een hele bijzondere printer die niet iedereen standaard heeft. Dat komt, die inkt die werkte dan beter bij deze, bij dat apparaat. En je kreeg ook maar 4 voorbeeldjes. Maar nu hebben ze dus een pen gemaakt. Een Heat Active Pen, wat ook met folie werkt. En deze kun je dus gebruiken. Er zit een USB-kabeltje bij. Dan duurt het 1 minuutje om te laten opwarmen, heeft een goede grip en het is een pentip van 1,5 mm. Je kunt hem gebruiken op steen, ik zie hier op leer volgens mij en op papier. De bedoeling is dat je het folie op een papiertje legt of op een kaart waar je het op wil hebben. Dan ga je schrijven of tekenen wat je wilt. En dan zit dat afbeeldingetje zit dan dus op je uitgekozen product. Dus het lijkt me heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd om dit te gaan testen. Gewoon hoe dat in zijn werk gaat. Dit is de starter kit. Dus echt super leuk. Er zit 1 rolletje folie bij. Maar gelukkig hebben ze bij de Action op dit moment ook folietjes los. Ik heb er een aantal meegenomen. Ik heb allereerst een rode variant. Die ik heel leuk vond. Ik hoop wel dat Action dit houdt. Want dat is vaak wel zo bij de Action. Het zijn tijdelijke producten. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat het blijvend is. Dus een rode. Er zit best wel veel op. 3 meter. Dus je kunt best wel eventjes vooruit. Tenzij je hele grote stukken gaat gebruiken. Dan heb ik hier een roze variant. Ja, hoe kan het ook anders? Ik hou van roze. Heel erg tof. Ik heb ook een rainbow variant. Hoe leuk is die? Allerlei kleurtjes. Zijn ook niet zo heel duur hoor, deze. Dan heb ik een rose gold. Die vond ik ook wel heel erg tof. En een zilveren. Die vind ik ook heel erg leuk.
ziet er ook heel tof uit. En ik heb ook nog een blauwe variant. Die vond ik ook wel heel mooi. Ze hebben best wel veel kleurkeuzes. Dus er zit eigenlijk voor iedereen wel een kleurtje bij. Ja, en hoe leuk is het om hier je kaartje mee te gaan maken. Of ja, net wat je wilt. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze complete set. Dus ja, super leuk om weer te gaan uitproberen. Dan ben ik bijna bij de laatste items. Ik had ook nog een droomvangersleutelhangertje meegenomen. Ik had deze ook als cadeautje gegeven. Ik had daarbij een lichtroze, maar ik heb dus zelf een donkerroze, want die vond ik ook wel heel erg tof. Zag er gewoon leuk uit, gewoon leuk om op te hangen. Je kunt hem natuurlijk gewoon aan je sleutels of zo doen, maar ik ga hem boven heel leuk ophangen. Ik heb een aantal droomvangertjes in huis en ik vind het er gewoon heel leuk uitzien, dus dat is die. Dan hadden ze een aantal nieuwe make-up producten bij de Action. Ik ben allereerst alweer een lip liner kwijt. Ik ben bang dat die in de winkel is blijven liggen of dat ik hem ben verloren onderweg. Ik weet het niet. Ze hadden ook een aantal items helaas niet. Ze hadden bijvoorbeeld de mascara niet, die ik ook heel graag wilde proberen. Maar desondanks heb ik wel een heleboel andere leuke producten meegenomen. Ik heb allereerst een concealer. Ik heb wel een vrij donkere kleur, want er was niet heel veel keuze. Ik heb de kleur Honey. Maar hij ziet er op zich wel oké uit, zo in de verpakking. Dus ik ben wel benieuwd of dat hij een beetje bij mijn huid gaat passen. Dit is voor het eerst dat ze concealers hebben met echt een applicator. Want ze hebben wel van die concealers gehad die je kon draaien. Maar nog nooit dit soort concealers. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Je kunt zien dat de verpakkingen wat vernieuwd zijn omdat ze nu gouden teksten hebben. Dat is allereerst een concealer. Dan heb ik ook twee lippenbalsems gekocht. Ik zag maar twee kleuren. Ik weet niet hoeveel kleuren ze daadwerkelijk hebben. Ik heb allereerst een kleur dat heet Grenadine. Het is een donkerpaars kleurtje. Hij ziet er wel heel mooi uit. Ik ben dol op lippenbalsems. Ik ga ervan uit dat deze getint zijn. Vooral nu het weer wat kouder wordt, heb ik heel snel last van mijn lippen. Wil ik vaak wel een lipkleurtje, maar dan werkt eigenlijk gewoon een getinte lippenbalsem beter. Dus dat is in ieder geval deze kleur. En ze hadden bij mijn Action ook de kleur Heavenly Lilac. En dit is dus ook een beetje paars, maar dan een stuk lichtpaarser. Dus die vond ik wel heel erg tof. Dus ik heb heel veel zin om deze te gaan proberen. Ik kan ze niet terugvinden op de website van de Action. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat er nog meer kleuren van waren. Of dat dit de enige twee kleuren waren. Maar ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee. En benieuwd naar om deze te gaan testen. Dan ook nieuwe oogschaduwpaletten. En dit is een mooie oogschaduwpaletten met wat lichtere kleuren en vooral wat paarse kleuren. Het is op zich niet heel vernieuwend qua kleuren. Dit is de 500 Pour It Up. Zeg ik het goed? Ja. Dus dat is deze. Je had deze in één variant. En ja, ik vind het er wel heel mooi uitzien. Ik ben ook vooral heel benieuwd naar het doosje. Ik ga hem nog even dicht laten zitten. Maar zodra ik hem ga reviewen, ga ik kunnen zien. Dus dat is deze. Dan heb ik ook het bronze en highlight paletje gekocht. En dat is deze. Dit is de kleur Goddess Glow. Ik weet niet of ze meer kleuren hadden. Bij de Action waar ik was hadden ze één kleur. Ik ben heel erg benieuwd naar dit paletje. Het is volgens mij de eerste keer dat Action zo'n combinatie heeft in poedervorm. Nou ja, wacht. Ze hebben natuurlijk wel grotere paletten gehad. Dit is dan een wat kleiner palette. Ik ben ook heel benieuwd of de kleur bij mijn gezicht past. Omdat ze echt maar één kleur hadden. Dus dat is een beetje uitvogelen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Dan heb ik nieuwe lipsticks. Want ze hadden nieuwe lippenstiften. Dat zijn deze. Ik vind de verpakkingen heel erg tof. Ze zijn zwart. Zijn echt verbeterd. De onderkant is dan licht zodat je de kleur kan zien. De tekst van Max & Mor staat er gewoon op. Maar ik vind echt de verpakkingen veel beter geworden. Want als ik zie hoe Action begon met zijn lipsticks. Die waren echt super goedkoop. Ook qua verpakking. Ze kosten ook weinig. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Maar ik vond het wel heel tof. Ik heb hier de kleur Rusty Rose. Dan heb ik de kleur Crème Brûlée. Heel tof ook. De kleur Muffin. Een beetje een donker kleurtje. Echt leuk voor de herfst ook. En de kleur Hot Kiss. En hier had ik ook een lip liner bij gekocht. Maar die is dus ergens niet te vinden in het huis. Dus als ik weer bij de Action kom, ga ik gewoon even een nieuwe meenemen. Dat is dus die.
De twee lipliners die ik dan wel heb, dat zijn de kleuren Muffin en Crème Brûlée. De roze variant, de Rusty Rose, hadden ze sowieso niet bij mijn Action. Maar ik weet dat er wel een lipliner van is, dus ik hoop dat ik de Hot Kiss en de Rusty Rose nog kan halen. Maar deze passen dus precies bij die lipsticks en dat is natuurlijk wel heel tof. Ik kan even hier de kleur erbij pakken hoor. Ik heb hier de kleur Muffin. Kijk, en dan zie je gewoon dat dat heel goed matcht bij elkaar. Heel erg leuk. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletje. En dit is gewoon een kwartrootje met vier kleurtjes. Ze had deze alleen maar in de kleur Strike a Pose. Het zijn een beetje wat lichtere kleurtjes, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Het is echt een heel goedkoop paletje, dus ik ben wel heel benieuwd naar de kwaliteit. Maar ik vond hem er toch wel heel tof uitzien. Dus die wilde ik toch wel graag proberen. En het laatste wat ik dan heb gekocht, dat is deze contour stick. En dit is in de kleur medium. Volgens mij hadden ze alleen medium. Misschien ook nog darker en light, maar dat weet ik niet. Bij de Action waar ik was, hadden ze alleen medium. Dus hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus in ieder geval top blij met een aantal nieuwe make-up producten. Al wil ik heel graag nog een aantal andere nieuwe ook proberen. Maar die hadden ze dus nog niet bij mijn Action. Maar zodra ik bij de Action kom, ga ik er zeker nog eventjes naar kijken. Ook had ik nog weer eventjes handdoeken en theedoeken gehaald. Want die had ik nodig. En deze had ik al gewassen. Dus die heb ik even van de waslijn gehaald. Maar ik heb gewoon twee handdoeken. En ik heb voor de geblokte varianten gekozen. Je ziet hier een zwart met grijze blokjes. Ik vind deze gewoon heel erg fijn. En elke keer als ik bij de Action kwam, wist ik... Oh ja, ik heb nog een handdoek en een theedoek nodig. En elke keer vergat ik het. Maar nu dacht ik eraan. Dus dat is deze zwart met... grijs. En daar heb ik dan ook een bijpassende theedoek bij. En dat is deze. Het leuke vind ik dat hier nog een streepje in zit. Dus dat is die. Ze hadden niet heel veel keuze. Dus over het algemeen zijn de patroontjes best wel hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk dezelfde variant ook in het groen. Dit is dan de theedoek. Je ziet dat deze iets lichter is als de handdoek zometeen. Maar ik vind ze wel heel fijn. En dan is dit de handdoek. Dus ja... Niet heel spannend, maar soms gewoon nodig. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik die ook weer kan gaan gebruiken. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht en die ik nog over had. Zoals ik al zei, ik had dus meer, maar het is allemaal al weggegeven. Ja, goed. Ik ben in ieder geval toch wel blij met al mijn aankoopjes. En ja, ik ga alles lekker gebruiken. De knutselspulletjes lekker testen. De make-upjes ga ik testen. Mocht je nou ergens nog een aparte video van willen zien. Bijvoorbeeld misschien met dit reflector kitje. Of zou je het leuk vinden iets met deze heatwave pen. Laat het zeker even weten. Dat geldt natuurlijk ook voor de make-upjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer heb gekocht bij de Action. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook het belletje aanzetten en krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog en dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!